Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn er weer. Vandaag zijn we weer met de G's, mijn broeders. Maar ze willen gewoon niet omdraaien voor de camera. Oh, vandaag zijn we met RD. Damer, RD. Shafir ook. Yo, met John. En kleine John. En vandaag zijn we niet zomaar ergens. We zijn vandaag in Roermond. Hier is namelijk de outlet waar je zeg maar gewoon allemaal van grote winkels hebt, bekende merken. En het is hier goedkoop toch? Soort van. Nou, ik zeg je eerlijk. Kijk, ga je gewoon eerlijk zeggen bro. Het is wel schijnbedrieg man. Als je hier een shirtje ziet bij Adidas Store bijvoorbeeld. Je ziet die 20 euro. Het lijkt goedkoper, maar als je het omzoekt op de site, dan zie je gewoon dezelfde prijs. Oké, dus dat valt wel mee. Maar je hebt heel veel winkels. Dus... Kijk, weet je wat ze doen gewoon? Ze zetten bijvoorbeeld Moncler jas 1800 euro. Afgeprijs 1700 euro. Dan denk je, oh, is goedkoper. Terwijl als je op site gaat kijken, is hij ook gewoon 1700 euro. Ja. Dus het is gewoon schijnbedrieg. Oké, in ieder geval, dit is mijn eerste keer hier zo. Dus ik ben benieuwd wat ik ervan ga vinden. Hoe vaak ben jij al geweest? Zo, elk jaar volgens mij 2 keer, 3 keer zo. Echt? Ja man. Gewoon in mijn leven is dit gewoon echt mijn eerste keer hier zo in Roermond. Je ziet daar zeg maar. Moet je dan ook gewoon echt toeristen dingen laten doen? Creppie halen? Zo? Wat is creppie? Een soort van pannenkoek met Nutella zo. Kijk hem kijken! Kijk niet maar kijken! Nee, ik kijk hem aan zo van, heb ik daar wel zin in? Crepe is wel lekker hoor. Met ja, Nutella maar ik heb zo, net al gegeten. Dus. Aardbeidje erbij gewoon. Waarom doe je twijfelen als je al gegeten? Kijk daar, Ralph Lauren store. Kijk het hier, Crocs. Eigenlijk moeten die Crocs store wel gaan checken. Want ik heb geleerd van John dat Crocs lekker zitten. Ik zeg eerlijk, ik heb nog nooit Crocs gehad. Dus even kijken. Als het te duur is, dan ga ik niet halen. Goedemiddag, Andomo. Bro, doe dit toch niet, jongen. Maar ik weet echt niet waar ik dit zou moeten dragen. Als je even snel naar de winkel moet. Gewoon een comfy fit, zeg maar. Maar past het bij veel outfits? Ja, broer. Ja, maar je kan gewoon, als je ooit een gala hebt, ga gewoon mee. Ja, Tamara, is goed, jongen. Club Blue. Nah. Ik weet niet, man. Ik ga hem gewoon weer terughangen, denk ik. Ik ben een officiële window shopper. Ik weet bijvoorbeeld dat Shaf en John hadden een North Face zomerjas gehad. En ik zeg je eerlijk... Babyblauw en oranje. Babyblauw en oranje. Hun hadden allebei 2 jassen gehad. Alleen ze hebben die jas nooit van mij gehad. Dus nu, kijk hem daar. De North Face store. Ik ga daar gewoon... Maar moet je naar binnen? Oh ja, kijk het hier. Ik ga gewoon naar binnen. En ik zie die jas volgens mij al. Kijk hem. Kijk wat we hebben gevonden. Ik zeg eerlijk, ik zou dit tanto uittrokken. En weet je hoe? Met zeg maar, deze jeans die je nu aan hebt, zeg maar. En dan een bijpassende Jordan of zo, snap je? Ik heb toevallig die gele Jordans. Klaar. Broer, als je dit roept, broer, tanto domme fit. Wat we gaan doen is, we gaan zo meteen die North Face store weer terug in. Want ik heb een jas gezien. Ik heb hem jullie helaas nog niet kunnen laten zien. Maar ik ga eerst even gewoon checken welke andere jassen er nog meer zijn. En misschien haal ik dan op, aan het einde van de dag alsnog deze. We zijn in de Burberry store. Hoor dit. Lijkt net alsof we in UK zijn. You know the vibes, hè? You know the vibes. We zijn bij de Monkey Lair store. Monkey, chaka's, maar geen apen. Ik heb nu dagen niet geslapen. Ik ben nu weer met je mee, maar ik ga er alweer laten. Ik denk de boys hebben al wat gevonden. De eerste jacka, hoeveel kost die? Oh, 800 euro. Zeg ik wat om mee. Precies, het zijn 850. Is dat wat niet? Nee, 850. John, wat zei je tegen mij? Ze hebben een jacka, zeg maar een artiest die ik kan mogen checken. Ze hebben een Gambino jacka noemen bij het. Ja, ja, zo'n rode toch? Echt veel op. Hij lijkt echt veel op. Oké. Ik wil jouw reactie zien. Ik ben benieuwd, want ik vind die jacka echt hard. Kijk, wacht. Wacht. Even niet filmen binnen. Oh jeetje. In verband met de andere mensen. Oké, is goed. Film je nog? Ja. Is dit niet die jacka? Nee, het is niet die jacka. Niet helemaal, maar hij lijkt er echt veel op. Nou, ik ga deze niet halen. Laat maar, oh mijn god. Deze stof vind ik weer... De stof is gewoon perfect. Ik vind deze hard, man. Ik dacht al wel zo fully. Ja, ik hoor je. Waarom zeg je, hou me hier weg? Ik kon bijna kopen. 9 barkie. 900 euro. Voilà. Wat zeg je, John? Nee, boys, die stof. Ik ga me niet laten gek maken door dit, man. Hou allemaal in deze? Moncler, niet meer gek maken. Oké, zoals jullie net hoorden, mocht ik hier niet meer filmen, zeg maar, in de Moncler store. Maar ik heb een Moncler polootje gevonden. En die is wel hard. Kijk, de jassen hier zo zijn allemaal niet in mijn maat of een beetje te duur. Dus ik ga de boys deze laten zien, deze polo. Ik zeg je eerlijk, ik vind hem wel best wel fris staan. Ik ben nooit echt van de polo's in. Wat is je reactie? Dom. Hij is dom, hè? Hij is erg, man. Sterk. Thanks. John, wat is je reactie? Ja. Hij staat je echt, ik ben nooit van de polo's. Film mij eens. Oh, boer. Bro. Zakelijke meeting, ik kom gewoon zo pull-up. Nee. Wat is wat dan? Welke deal gaan we tekenen? Ja, zeg ze. 20 miljoen. Hey, we zijn super fris. Welke deal aan die kant komt, ik kom gewoon contract, Moncler, polootje. Ik ben daar, man. Fris. Ga je hem halen? Ja, man. Ik ga hem serieus halen. Ik loof. Maar ik heb ook nog deze. Wat vinden jullie harder? Pas, man. Nee, maar als in... Je moet pas allebei hand. Deze heb ik ook. Deze ook fris. Ja, die is echt fris, man. Allebei is frissers. Ja, ik denk deze, hè? Ja, die is different. Anders. Ja, ik kan bijna halen. Nou, dat is een beetje te... Maar mensen, we zijn de store uit en ik heb hem gehaald, man. De Moncler polo. Hij zit erin. Super fris. Boys, ik ben gelukkig met mijn aankoop. Chatmo is gelukkig. Chatmo, dat friste nu, mos. Nog meer vloggers. Kijk, die vloggers voor je. Echt? Waar? Hier voor je, met die camera. Oh, jij ook vlogger? Zeker. Ja, zie. Zeker. Kijk, hier gaan we dus vandaag ook even scheuren, man. De A6 store. Shaf heeft me op dit idee gebracht. Ik zie Shaf al meteen kijken. Wat ben je aan het doen? Zoek mijn maat. Hij heeft de eerste trainer al gevonden. Zeg, we gaan hem alle drie halen. Gaan we ook bijbehorende patas, of niet? Ja. Ah, hij zegt niks meer. Oké, we zijn in de A6 store. John heeft zijn eerste trainer al gevonden. Besef, hij heeft hem gewoon in zijn maat. Ik zeg je eerlijk, hard, man. En ik heb hier dan een A6 shirtje. Die achterkant is trouwens ook wel hard, dat shirtje. Kijk hier. A6. En ik heb dan ook in het rood gewoon hier zo. En ik heb die jas. Heb je ook die jas? Ja, man. Ik ga ze alleen even aandoen, denk ik. Oké, shirt heb ik aangedaan. Hij past me. Perfect. Oké, en nu moet ik ook nog de jas aandoen. Chatmo doet me na. Hij heeft gezien dat ik het was. Zei hij, oh ja, nu wil ik hem ook. Ja, mag. Zeg je eerlijk? Wow. Wie heeft hem als eerste gepakt? Shaf. Hij zegt nog, John pak ook voor mij nadat ik heb gepakt. Maar nee, omdat jij paste hem niet, zei je. Wat? Ik heb hem al. Ik heb hem zelf ook. Maar je gaat hem nu nemen. Jawel. Ik zeg je eerlijk, kijk, boys. Kijk hem, hij liegt. De jas is fris, maar je moet hem niet met deze eronder. Nee, dat is too much. Deze moet je gewoon helemaal met een hele andere oudje. Gewoon zwarte brakka zo. Brakka, krabak, kebiko, brakka. Aan te fris, broer. Maar je hoeft me niet zo te duwen, toch? Aan te fris. Ik zie een grote tas. Grote tas. Alles. We kwamen die winkel binnen, we deden dit. We deden zo. Super snel erin. Jij ook al? Een beetje sokken nog, sokken belangrijk. Shopping spray, dat is dangerous. Oh, RD met een grote tas, ik loof je. Nee joh. Hij zegt nee joh. Lastig broodje man boys. Waarom? Veel ingrediënten, ik zie tonijn, sla, komkommer, kaas. We zijn gezond vandaag, laat een... Sorry dat ik geen broodje kaas alleen wil eten, sorry. Healthy bread. Beter deze brood dan Mac. Hé, hoe zeg je broodje gezond? Gewoon broodje gezond? Nee, in het Engels. Oh, bread healthy. Nee, ik maak joke. Hey, broodje zei dat echt hè? Healthy bread. Ja, nee, broodje gezond is gewoon sandwich. Wow. Sandwich toch? Wauw, bedemer, hoe zeg je... Ik wil geen... Shit. Deze was van jou. English is very good. Hoe komt deze hier? Maar wat moest je tegen de dame zeggen? Hij moest Engels praten, maar hij kan niet, dus daarom rent hij weg. Hey, yo bro, do you understand me? Bro, do you understand me? Talk back to me. Wat dan is... Wat? En je net. Hij gaat daar doorheen zonder geraakt te worden door water, zegt hij. Hola, hij deed het laat. Hij loopt dan, loop! Hou die tent. Bang! Wacht, ren nu! Wacht. Naar die andere kant, hè? Ja, ren. Hé, hoor dit. Hoor dit. Je zou deze maar onder je been krijgen, broer. Ren ook terug. Wat doet hij allemaal? Hé, ga zigzag er doorheen. Hoor dit! Sterk! Oké, mensen, hoor dan. We lopen zo net de Versace winkel in en ik heb een... Chatmo gaat scheuren. Daar komt op neer, hij gaat scheuren. Hey, ik moet zeggen, vandaag, ik mag niet eens joken, ik zweer. Luister, we lopen, Shaf zei iets. Hij zegt, maakt niet uit, ik buy hem meteen. Hij zegt, ik buy het, maakt niet uit, ik buy het. Ik ga je heel eerlijk zeggen, ik buy hem, maar luister, ik zeg je eerlijk, ik had wel veel twijfels, maar deze meneer van de Versace winkel, hij kwam met deze jas. En wacht, hij reflecteert ook, toch? Ja, ik weet niet, als je een pika maakt met flits, dan ga je hem sowieso zien. Ik ga hem nu even aandoen voor de video. Maakt niet uit, ik buy hem. Maakt niet uit, ik buy hem. Maakt niet uit, ik buy hem. Meme. En kijk, we moeten niet letten op die groene shirt, zeg maar, die eronder zit. Doe hem even dicht. Zelfs dat maakt niet uit, man. Chatmo met de Versace, damn. Vroeger was het Chatmo zonder rits, nu is het Chatmo met Versace rits. Zie je hem gewoon goed? Ja, hij is gewoon fris. Hij is echt fris, man. Heb ik hem goed qua capuchon en zo? Je hebt die capuchon op gewoon? Shit. Money had ik bij hem. Shit. Ja, man, meneer, we hebben een deal. Wauw, deal! We gaan hem meenemen, man. Chatmo in Versace, super fris. Thanks, man. Waardeer het. Hey, rustig. Ja toch, rustig. Ik zeg je eerlijk, ik ben zeg maar nu aan het beseffen wat ik vandaag allemaal heb gekocht. Normaal gesproken doe ik het niet, maar achteraf ben ik wel blij. Want... Een keertje mag, 1 keer kan geen kwaad, 2 keer ook niet, 3 keer ook niet. Kijk, 4 keer ook niet. Wacht, laten we het hebben over... waar we het net over hadden. Wat het gewoon over dat, ja kijk, wij alle drie zijn niet echt boys die spenden op merken of wat dan ook. En Mo heeft dus vandaag gewoon bijvoorbeeld een jas gehaald, een Moncler shirtje. Mo heeft gewoon wat leuke dingen gekocht en weet je wat het is, zeg maar, en dan op het einde ga jij voor stilstaan. En zeggen we van ja, kijk, weet je wat het is, we geven niet veel geld uit, je werkt er hard voor. Precies, dus uiteindelijk, nu ik zo gewoon nadenk, ik ben blij met mijn aankopen, ik ben zelf gelukkig met de items die ik heb gekocht. We krijgen toevallig ook altijd gratis kleren, dus precies, 1 keer spenden. Dit shirtje gekregen, deze spijkerbroek gekregen. Hetzelfde bij ons alle drie. Ja, wat jij aan hebt, dit heb je ook gekregen. Ja, die broek heb je ook gekregen. Don't waste culture, en zo naar jullie. Maar ik heb het meer over van, je mag jezelf belonen. En dat moet ik zeg maar in mijn hoofd krijgen, snap je wat ik bedoel? Dus ik ben blij met mijn aankopen. En het was niet zo heftig, weet je. Het was ook niet. Het is niet dat hij 2 auto's heeft gekocht of zo. Precies. Dus, bijna wel. Gewoon 3 of zo. Bijna wel. Ja. Nee, het is gewoon, weet je, het is iets anders dan normaal. Dat is gewoon een keertje, waarom niet? We zijn hier al best wel, we zijn niet hier heel lang. Kaolo lang. Wat zeg je nou? Plus. Mafkees. Pannenkoek. Wie noem jij mafkees, broer? Pannenkoek. Luister dan. Hij heeft Versace jas niet zo aan. Oh, je bent een dieren jongen, je bent chachi boy. Zo moeten jullie me ook niet. Ik denk je moet jacken aan doen nu. Ik heb het wel. Hij zei net, hij zei ik heb het koud, zal ik nu al mijn jas aandoen? Ik ga hem niet aandoen nu, man. Chachi boy. Ik bewaar hem nog even voor de... Bro, als je me morgen eens fris ziet met een Versace jas niet raak kijken.